opnieuw. Welkom bij de Drie Wijzen. Uw spelleider is Koert van Egen. Goedenavond, dames en heren in de zaal. Goedenavond, kijkers thuis. Wij gaan weer spelen de Drie Wijzen. En ik stel ze enorm graag aan u voor. Ik begin met Jacques Vermeire. Jacques Vermeire, uiteraard een dame, Gertie Christoffels. En wie er al was, is Martin de Jonge. En onze kandidaat is en als allereerste Marijkus Bovarski. Je dacht misschien wel dat ik niet goed zou uitspreken, maar goed, het is dus wel gebeurd. Marijkus Bovarski is een typiste uit Harelbeke, dat in, vlakbij Kortrijk. Ze werkt dan ook in Kortrijk, ze is gehuwd, heeft 1 dochter Freya en houdt ontzaggelijk veel van autorallies. Zo weet het toch in Marijkus? Ja, heel veel. Heel veel. Dat betekent dat je daar dus van zodra je maar kunt, ga je daar naartoe. Ja. En dan ga je in de bocht gaan staan en dan wacht je tot er iemand uitkiepert. Wel ja, we zien allebei, voilà. Dus mijn man en ik zien allebei graag spektakel. En heb je al een auto op je kop gehad? Nee. Nee, gelukkig nog niet. Maar want je gaat aan de goede kant gaan staan van de bocht. Ja, inderdaad, de binnenkant. En, dan, zie je, en dan nog wel op een veilige plaats. En dan vind je dat leuk als ze eruit gaan zo? Jawel, en ja. Ook wel als ze door de bocht... Als ze door de bocht door passeren. De bocht. Hé, ja. Met heel veel spektakel en veel lawaai natuurlijk. Dat vind je ja, die sfeer. De sensatie. Ja, en dan kijk je in die mensen hun ogen zo, van die gasten die daar zitten, die angst. Nee. Hoort er niet bij. Goed, Marijke, je speelt vanavond tegen Frans van Hekken. En Frans van Hekken, een applaus alsjeblieft voor onze vriend Frans. Jawel. Ja. Hij woont in Oudeghem. Hij is postbediende in Dendermonde, want Oudeghem is vlakbij Dendermonde. Hij heeft 2 zonen, Tommy en Christophe. En hij gaat geregeld met die zonen mee naar de sportvelden om te gaan kijken hoe ze voetballen respectievelijk atletiek doen. Zo is het toch? Lopen. En loopt hij hard? Dat is Christophe, hè? Degene die loopt is Tommy Noot. Ja, en die is? Hoe oud is die? 13 jaar. 13 jaar, en die loopt al beter dan jij. Soms. Ja? Kun je hem nog inhalen als je hem een goede... Ja, als een... Als een stout geweest heeft, dat ik zit erachter, kan ik hem nog pakken. Dan kun je hem nog pakken, ja. Dat is belangrijk. Dus, dat is heel belangrijk, hè? Want je mag ze niet te rap laten lopen. En, maar dan zit je heel enthousiast te brullen en te gillen. Supporter. Dus, Tommy, rapper lopen. Ja. Maar, dat is soms niet veel avans. Nee? Goed. Ik hoop dat je mag winnen. Je weet, we spelen voor een heel erg leuk bedrag. Het kan 300.000 worden, maar we gaan zien wat het wordt. We gaan eerst eens even naar onze eerste vraag. En daarvoor gaan we de straat op. Bob en verrekijker. Ja. Zo kort was het. Bob en verrekijker. Wat zouden we aan deze vraag, aan deze vrouw hebben gevraagd? Deze vraag hebben gevraagd. Jacques. Aan deze vraag zouden we gevraagd hebben. En inderdaad, Koert heeft het zeer goed ingeleid. Ook Chris was nogal verwarrend. Deze vrouw is even in verwarring. En zij zal antwoorden. De vraag was, wie zijn de 3 musketiers? Dat is nogal een verwarrend programma, de Drie Wijzen natuurlijk. Dus wie zijn de 3 musketiers? Bob, een verrekijker. Waanzinnig antwoord. Waanzinnige vraag ook. Gertie. Nee, het is echt veel simpeler. Chris vroeg of de mevrouw huisdieren had. En die mevrouw zei, ja, inderdaad, ik heb huisdieren. 3 huisdieren, namelijk 3 goudvissen. En die goudvissen heten Bob, dus 2 Bobben en verrekijker. Dat zegt de mevrouw. Ja, dat is zeer aannemelijk, Gertie. En even uitleggen, natuurlijk, Bob, dat is sowieso voor de hand liggend. Een vis die zegt Bob. En verrekijker, dat zal waarschijnlijk zo'n soort zijn met van die hele grote ogen. Dus vandaar die 3 namen eigenlijk. Bob en verrekijker. Martijn. Zoals mijn partner hier naast mij komt de mevraag, de mevrouw die geïnterviewd werd, komt ook uit Limburg. Is het even over mij, hè? Martijn? Ja, hoor. Jij moet daar niet tussen staan, tussen ons. Ik zit ertussen. Nee, de interviewer vraagt gewoon, met welke woorden kan u uw partner oppeppen als hij in miserie zit? En in Limburg, bij ons zeggen ze kop op, maar dan zeggen ze bob. Ja. En wat heeft hij verrekijken? Bob. En niet nu kijken, maar verrekijken. In de toekomst kijken, dus bob. Bob en verrekijken. Goed, zo.
We gaan even overlopen. Jacques Vermeire die stelde dat het de drie musketiers waren. Huisdieren volgens Gertie Christoffels. Nee, het is een oppepzinnetje volgens Martin de Jonge. En dan moeten we even op gokken. Marijke en Frans, druk hem maar. En jij denkt dat het een oppepzinnetje is? Ja, inderdaad. Je hebt eventjes gekeken naar onze vriend Martin. En Frans die houdt het bij huisdieren. Huisdieren. We gaan het even bekijken. Heeft u huisdieren thuis? Drie vissen. Hebben die een naam? Ja. Hoe heten ze nu, zus? Bob en verrekijker. Hoe nog? Bob en verrekijker. Bob en verrekijker. Ja. Bob en verrekijker, dat betekent dat er dus 1000 frank bij komt voor Frans. 1000-0. We zijn gestart, zou ik zo zeggen. In de United Kingdom werd voor een taxirit een rekening gepresenteerd van 2.075.000 frank. Nou, wat was er precies gebeurd? Dat vraag ik aan Jacques. Dat was John Curtis en John Curtis was een gevangene. Hij werd bijgenaamd de zingende verkrachter. Hij was een zeer sympathiek man. En hij mocht op weekend vertrekken. Een ander voor de taxi. Hij kwam daarna terug. Hij gaat de gevangenis binnen en zegt, wacht een klein momentje. Wacht een klein momentje. Ik moet hier eerst nog iemand verkrachten. Ja. We begonnen al te zingen. Goed, Jacques. Nu, ja, dat is trouwens een zeer goede opmerking, hoor. En, dus hij gaat binnen in de gevangenis. En die taxichauffeur die heeft daar een jaar gewacht totdat hij eindelijk vrijgelaten was. Dus die heeft elke dag gewacht met de teller op. S'avonds is hij wel naar huis gereden. Dat is er gebeurd met John Curtis. En dat kostte hem dus 2.075.000 frank. Gertie. Nee, natuurlijk niet. De man die in de taxi stapte was van beroep slangenbezweerder. En op een bepaald moment had dus een korf bij zich waar een aantal slangen in zaten. En op een bepaald ogenblik wordt er dus een van die slangen wakker. En die kruipt dus uit die korf. En die man kan die slang helemaal niet meer in bedwang houden. En de taxichauffeur die schrikt zich natuurlijk een ongeluk. En in dit geval wel heel letterlijk. Want hij rijdt het duurste hotel van Londen binnen. Het Ritz. En ja, dus die 2 miljoen en zoveel. Dat is dus de schadevergoeding van de schade die hij aangebracht heeft in de hal van het hotel. En dat was meteen ook zijn taxirekening. Marten! Voor u nu de fluitende verkrachter. Ze hebben dan daarna ook nog die slangen rijbewijs afgepakt. Nee, het gaat zo niet. Twee Britten zijn van Londen naar Australië, naar Sydney gereden met een taxi. De rit ging dus doorheen Europa, door het Midden-Oosten, Pakistan, Zuidwest-Azië, in India. En onderweg waren er twee kleine pannes. Jacques, twee kleine pannes. De Duits, Martin. Yes. En het geld dat voor deze lange en duurzame trip betaald werd, dat gaat naar enkele opvangtehuizen voor kinderen. Ach. Zo, hè? Ach. Mooi verhaal. Ja. Na elkaar door, moet je horen. Sjaak die zegt dat het een gevangene was. Het is een slangenbezweerder volgens Gertie. En het is een hele lange reis ten voordele van een goed doel volgens Martin. Drukken. Marijke Frans, wat zegt Marijke? Ik gok op Gertie. Op Gertie, die slangenbezweerder. Ja, dat hij gewoon met de Ritz is binnengereden. Ja. En wat zegt Frans? Drie op Martin. Reis, zo'n dure reis. Voor een goed doel. Ja, dat denk ik. Je denkt dat? Frans, we zullen het hen vragen. Wat was het goede antwoord? Yeah. Martin, inderdaad. Ja, goed. Maar, Marijke, niet panikeren. 3000-0. Het is zometeen veranderd. We gaan trouwens naar een stukje film kijken. Okay, it's time you join the civilized world, buddy. Now, what we have here is some dry shampoo we can do right here on the spot. We got some doggy deodorant here. Your dog will smell like cedar chips all day long, just like the champions, huh? Come on, get out of the car, we'll do it. Come on, I'm doing you a favor, you smell like shit. You lack personal hygiene, you understand that? Here. Come on, this is uptown stuff, smell this. Een agressief hondje, zou ik zo zeggen. Wat zal er nu gebeuren? Want het is uiteraard nog niet de afgelopen zaak. Ja, het is een humoristische film. Hond die stinkt, bijt op bus en breekt tand. Wat gebeurt er? De eigenaar gaat met de hond naar de tandarts. En de tandarts zal plaatsnemen in de zetel van de tandarts. Zeg dat nou nog eens. Wat zeg je nou, Jacques? Hond gaat naar tandarts, ja? Hond heeft tand gebroken.
Tand moet getrokken worden. Ja. Eigenaar gaat met hond naar tandarts. Ja. Hond komt binnen, zegt niet goedendag, omdat hij een hond is. En gaat in de zetel zitten om getrokken te worden, de tand. Ik heb het begrepen, ja. Gertie. Dus hij gaat... We hebben het. Gertie, wat is het volgens jou? Tand zeer boos. Jongens. Ja. Het is een hele romantische film, want... De hond bijt de bus. Dat is romantisch. Stuk. Ja. Ja, wacht, het romantische komt nu. Ja. De hond bijt de bus stuk. En door de gasten die in die bus zaten, verandert de hond in een hele mooie mevrouw. Ja, dat is romantisch. Dat is een partij romantisch. Denk niet dat Martijn daarvan terug kan. Nee. Hond bijt in bus, zoals Vermeijden daarnet op één zei. Hond begint verschrikkelijk te stinken. Ja. Maar... Baasje vindt dat dat niet kan en baasje bindt hond bovenop zijn dak. Doet dit 3 keer totdat hij ziet dat hij met een open dak rijdt. Dat dus niet kan. Hè. Dus die hond valt erin en om die hond te ontluchten rijdt hij met die hond met het dak open een carwash binnen. Naar elkaar. Volgens Sjaak gaat die hond gewoon naar de tandarts. Volgens Gertie is het er een beeldschone dame te veranderen. Ja. En het is in de carwash dat het moet gebeuren volgens Marta. Dan moeten we op gokken, Marijke en Frans. En Marijke die gaat naar de tandarts. De tandarts met de hond, ja. Je gaat met de hond naar de tandarts, dat zou je zelf ook doen. Oké, en wat doet Frans? Ik gok op Martijn. Ga naar de carwash. Naar de carwash. Naar de carwash. Ik ben ontzaggelijk benieuwd. We moeten er wat aan doen, want wie heeft er gewonnen? Natuurlijk had Martijn gelijk. En dat betekent dat hier weer punten bijkomen. Is er nou... Wat had het gebar? Ja, punten zijn erbij gekomen en we zitten dus nu op 6.000 voor Frans. En hier bij Marijke er tegenaan en 0, dat kan toch niet. Maar met de volgende vraag verandert alles, want Marianna gaat zingen. En dan gaan we naar luisteren. Zag jou dansen met haar. Zag haar lange blonde haar. En ze lachte naar jou. En ze lachte naar jou en toen ging de bel. Ik vermoed dat hier iets heel moois zal komen. Niet waar, Zaak? Ik zeg waf waf en jij miauw. Ze kwam uit Ober-Ammergau. En ze jodelde jodelijde jou. Pas op, Mariana heeft nog veel andere teksten gemaakt. Ook over Dachau en Krakau en noem maar op. Mariana in één van haar betere nummers, beste kijkers. Vindt ze vrij lauw. Ja. Hoe vervolgt het eigenlijk, zeg je nu? Want ik heb het nog niet. Wat is het nu uiteindelijk? Het eigenlijke is, het rare is dus dat wat ze nu gaat zingen, dat niet was maar een grapje van mij. Dat het niet rijmt. Zij zal zingen, mij zag je niet staan. Totaal anders. Gertie, wat zal Mariana zingen? Ja, dat is natuurlijk niks zo frustrerend dan de man waar je van houdt te zien dansen met een andere vrouw. Natuurlijk, Gertie. Dus het heeft waarschijnlijk al zeer veel pijn gedaan dat ik met Martijn reeds gedanst heb. Oh ja. Nee, dus haar volgende zin zal zijn, ben ik dan niet je vrouw? En dat rijmt natuurlijk op de vorige zin. Ja. Ja, vrouw rijmt op vrouw, dat is al sinds jaren zo. Marta. Mariana is dus een West-Vlaamse van Lendelede. En zij zingt het volgende lied. Ik zag je dansen met haar. Ik zag haar lange blonde haar. En ze lachte naar jou. En dan komt het zinnetje. Wist jij veel? Ze was niet eens geen vrouw. Na elkaar door, maar mij zag je niet staan, volgens Sjaak Vermeijden. Ben ik dan niet je vrouw, Gertie Christoffels? Wist jij veel? Zij was niet eens geen vrouw, volgens Martijn. Ik hoop dat ik het goed vertolkt heb. Daar moet op gegokt worden. En jij denkt dat het is, ben ik dan niet je vrouw? Ja, het klinkt best. Dat klinkt best. Ja, het klinkt best. Zo simpel is dat. En hier zijn we bij... Sjaak. Maar mij zag je niet staan.
We gaan luisteren. Ik zag jou dansen met haar. Zag haar lange blonde haar. En ze lachte naar jou. Maar mij zag je niet staan. Frans. Schitterend. Dit is wonderlijk. Tot nu toe heb je al alles goed. En Marijke, het gaat moeilijk, hè? Goed, we gaan even terug in de tijd. Machila Vrievelinde, een vorige keer zijn wij u komen opzoeken om enkele nadere bijzonderheden te vernemen over uw boek Ik kan jong blijven en oud worden. Maar vandaag verwachten wij enkele wenken betreffende een probleem dat heel wat vrouwen bezighoudt, namelijk de ongewenste... Sorry, excuseer, maar wij kunnen ons hier moeilijk inhouden. De ongewenste wat, Jacques? Beste dames, je bent nu welkom in het programma Vrouw en Leed. Het probleem dat we hier hebben, dat is de vrouwen en ook de mens stinkt reeds zeer lang. Dat kan opgelost worden door spuitbussen en dergelijke, maar ook een washandje en zeep. U maakt het washandje nat, u strijkt de zeep eraan, u wast uw oksels. Wat zal het probleem dus hier zijn? U kent de verschillende reuken. Zweet van 1 week riekt naar tomatensoep. De reuk van 2 weken witloof met tomatensoep. De reuk van 3 weken naar oesters. Beste vrienden, dit probleem is dus de transpiratiegeuren. Dank u wel. Goed. Dit fraaie verhaal dient een vervolg te krijgen, Gertie. Ja, ik kan me voorstellen dat jij daar soms last van hebt, maar daar ging het nu toch even niet over. Ik ken alleen klasse vrouwen, Gertie. Nee, daar ging het in ieder geval niet over. Het is iets waar inderdaad heel wat vrouwen last van hebben. Ik trouwens ook. Moet ik een borstje laten zien misschien? Wat? Je borstje? Het gaat over ongewenste haargroei. En die mevrouw gaat dus aan Paula Semer een aantal tips geven over het verwijderen of tenminste het verbergen van ongewenste haargroei. Laat het borstje maar zitten, Gertie. Ga even bij Martijn de Jonge. Martijn. Ja, ja. Martijn, laat je borstje even. Ja, dankjewel. Wat is er ongewenst, Martijn? Het bosje is gezakt. Ik wou net zeggen, ik moet er eigenlijk inkomen wat Gertie daarnet zei. Ik heb het programma gezien over die ongewenste haargroei. Maar het gaat hier niet over. Het gaat wel duidelijk, mevrouw Semer, over ongewenste zwangerschappen. Dus de mensen staan op 's morgens en zonder dat er een aanwijzbare reden is, staan ze op en ze zijn zwanger. Dat is heel eigenaardig. Dat is heel eigenaardig. En daar is heel wat controverse rond geweest. Een paar maanden geleden was er zelfs een politieke partij die daar bijna over viel. En dat moet gedaan zijn. Ik zeg, voor mijn reden, wil je zwanger zijn, doe er iets aan. En wil je niet, blijf eraf. Maar zeker niet ongewenst. Zo. Na elkaar, op een rijtje, volgens Jacques Vermeire is het ongewenste transpiratie. Volgens Gertie is het ongewenste haargroei. En volgens Martijn is het ongewenste zwangerschap. Dat zijn de 3 mogelijkheden. Waar hebben de dames last van? Marijke, jij gaat naar haargroei. Ja, ongewenste haargroei. Ja, zomaar. Ja, zomaar, ja. En onze vriend Frans, die zit ook bij Gertie. De ongewenste haargroei. We zullen het even vragen aan Paula Semer. Maar vandaag verwachten wij enkele wenken betreffende een probleem dat heel wat vrouwen bezighoudt, namelijk de ongewenste haargroei in het gelaat, in de oksels, op de knieën, op de dag, in de knieën. Zie je? Ja, heel leuk en eenvoudig. Zo, 15.000. 5.000 wordt dat. Daar komen de punten erbij. En de eerste punten voor jou, Marijke, zijn binnen. Natuurlijk. Onze goede vriend Frans heeft er ook wat bij gekregen, maar ik zou daar niet over wanhopen, want hier komt vraag 6. 6.000 komt er ineens bij. Je hachje redden. Maar wat is een hachje? Sjaak. Beste kijkers, welkom in Hier spreekt men Nederlands. Hach is een oud Nederlands woord van tong. Vandaar ook hachelen, wat uiteindelijk geworden is hakkelen, over de tong struikelen. Nu, in de geschiedenis, als men de mensen straften, men trok de tong uit en men kwam met de tang naar de tong. Dat was een hachelijke situatie.
bijna een belachelijke situatie. Dus de tong werd uitgetrokken en men sprak dan van je hachje redden. Snap ik niet. Staat tong. Gertie, je hachje. Wat is een hachje? Ik snap Jacques zijn verhaal in ieder geval niet, maar mijn verhaal is het volgende. Ik zou eigenlijk ook kunnen zeggen, als ontbijt eet ik graag een ei met een hachje. Want een hachje betekent een stuk vlees, een stuk spek. Je hachje redden betekent dan je eigen vlees, je eigen spek redden. Heerlijk. Heb je eigen spek? De ene heeft dan wat meer spek dan de andere natuurlijk. Ongewenst spek noemen ze dat. In ieder geval, hoe dan ook, een hachje betekent een stuk vlees. Een stukje vlees volgens Gertie. Gaan we nog een stapje verder. Ja, een hachje vindt zijn oorsprong, dames en heren, in het Engelse lagerhuis, kandidaten. Want zelden of nooit wordt daar gelachen, dat weet u. De Engelsen zijn zeer streng, houden zich zeer rigide aan allerlei regels. Maar als er dan toch eens iets grappigs wordt verteld, dan mag er gelachen worden op commando van een lafebit. Een lafebit, dat is een man die door Downing Street 10 wordt aangeduid om in het lagerhuis de lach aan te steken. En die lachjes moeten gedisciplineerd en kort zijn. Dus jij vertelt, Koert, bijvoorbeeld een grap en ik mag dan lachen, ha! Dat moet gedaan zijn. Dus een hachje is een korte, getimede lach. Een hachje. Een hachje, na elkaar, volgens Sjaak, een tong. Volgens Gertie, een stukje vlees. Volgens Martin, een kort afgemeten lachje. Een hachje. Marijke en Frans. Dat wordt weer gokken. Marijke. Ik... Doe het. Frans. Wat heb je gedaan, Marijke? Ik gok op Martin. Ik hoop natuurlijk dat hij de waarheid spreekt. Jij hoopt dat. Ik hoop het. En waar hoopt Frans op? Op Gertie. Een stukje vlees. Ja. Dat is je hachje redden. Wel nu, we zullen het aan het panel vragen. Wat was het juiste antwoord? Ja! Oh, ja, 6.000 frank die er weer al bij komt. Dat is onvoorstelbaar. Frans, 21.000. Laatste vraag voor 7.000 frank. En daarvoor gaan we op stap met de drie wijzen. U bent eigenaar van iets waar u heel veel waarde aan hecht. Ja, dat is deze meisje. Ja. Ik heb deze meisje 35 jaar geleden gekregen, toen mijn kinderen nog klein waren, zo mijn vaderdag. Ja. En ik ben van deze meisje eigenlijk gaan houden, want daar heb ik een speciale binding mee. Deze man heeft een speciale binding met dat mesje. Maar wat is nu zijn speciale binding met dat mesje, Sjaak? Dit is een ontroerend levensverhaal. Denk ik ook. Vrienden. Vertel het, Sjaak. Ik laat me nu even gaan. Wat heeft deze man meegemaakt? Hij gaat op reis. Hij verliest het mesje in Duitsland. Hij rijdt naar Frankrijk. En hij vindt dat mesje op de grond. Wat was er gebeurd, beste vrienden? En ook u, beste kijker. Hij had het mesje verloren, was in de bumper geraakt. Hij stopt in Frankrijk en het mesje valt uit de bumper. Tot zover het ongelooflijke verhaal van het mesje. En volgende week zullen we het hebben over het epileermesje. Gertie, wat is er? Wat is de binding met het mesje? Ik vraag me echt af waar jij al die absurde verhalen blijft halen. Nee. Wat is er met dat mesje? Die man krijgt op een bepaald ogenblik een acute aanval van kroep. En dan gebeurt het wel eens dat de schildklier heel erg begint op te zwellen. En dat was bij deze man het geval. Als je schildklier heel erg opzwelt, dan bestaat er een kans dat je op een bepaald ogenblik niet meer kunt ademen. En dan is het kwestie van een heel vlug trouwens een sneetje te maken in de luchtpijp. Op zich is dat niet zo moeilijk, maar je moet wel weten wat je doet natuurlijk. Gelukkig had die man een hele goede vriend bij zich die dat op een prima manier gedaan heeft. En nu en dan zijn gaatje maakte bij. Nee, in ieder geval, u hebt het gezien, de man leeft nog. En daarom houdt hij heel erg aan dat mesje, want dat heeft zijn leven gered. Het mesje. Ja, Martijn. Dat is een heel moeilijk woord, maar dat hoe heet dat? Tracheotomie heet dat. Kan dat? Tracheotomie. Dank je. Martijn.
Ja, het is een prachtig verhaal. Die man had een vliegtuigreis ondernomen en die vloog van... Of die ging liever van Columbia vliegen naar Chicago. Maar bij de luchtvaartcontrole zag men, terwijl hij het detectorapparaat passeerde, dat het spulletje dus metaal aanduidde. En de man moest opzij gaan staan en een of andere ambtenaar haalde daar dat mesje boven. En die zei, vriend, jij gaat hier niet vertrekken, want het is een gevaarlijk wapen. Dat was de luchtvaartpolitie. Er zijn heel wat discussies geweest. Kortom, het vliegtuig is vertrokken zonder de man. En niet alleen vertrekt het zonder hem, maar het stort ook neer zonder hem. Ja. Dus aan dat pennenmesje heeft die man eigenlijk zijn leven te danken. Het mesje. Het mesje. Het mesje. Pileermesje. Het mesje heeft wel een zaak te maken met teruggevonden. Verloren in Duitsland, teruggevonden in Frankrijk. Volgens Gertie is het een mesje waarmee hij zijn leven heeft gered. De schildklier was ontstoken. Volgens Marta heeft het gewoon te maken met het missen van... Ja, kapot. Dat zijn de drie mogelijkheden. Wat doen we? En wat hebben we hier bij Marijke? Jij hebt afgedrukt, zie ik. Marijke die zegt... Ook op Gertie nog op Gertie. Nogmaals, ja. Is op Gertie. Dus jij denkt die schildklier. Ja. En goede vriend Frans die... Op Jacques. Teruggevonden, nadat het was verloren. Jij denkt dat. We gaan even vol spanning kijken. Dat mesje dat heb ik eens gekregen, het is al wel 35 jaar geleden, van mijn kinderen, die waren toen nog klein. Hè. Dat zijn nu allemaal, de oudste die wordt 39. En zo met een vaderdag. Ja. En dat ding, dat vind ik altijd terug. Ik ben het al verschillende keren verloren geweest. Maar de ene keer was het zo sterk, toen verloor ik het in Duitsland en ik vond het terug in Frankrijk. Nou, dit is absoluut schitterend, Frans. Absoluut schitterend. En dat betekent, tegen zo'n kandidaat kun je niet op maar reiken, want hij heeft gewoon alles goed. Maar ik hoop dat je toch heel blij bent geweest van hier te zijn. We hebben hier voor u de drie wijze ster. We hebben een geweldig dik boek waar ik hoop dat je veel plezier aan beleeft. Het is de Chroniek van België. En dat kun je dus krijgen bij de Standaard Uitgeverij. Die verdelen dat hier in België. En met een geweldig applaus van ons publiek. Marijke, tot ziens. Ja. Frans, ik zei het al, dit is onwaarschijnlijk goed. 28.000, het is een topscore, meer kan echt niet. En het kunnen er 328.000 worden. Dat zit er dus allemaal in. Frans, als jij zo blijft doorgaan, volgens mij ben jij een helderziende. Ja. Want jij kijkt gewoon die zaak rond. Dan denk ik dat je hier nog met een behoorlijke som naar huis kunt gaan. Maar dan moet je nu wel even verschrikkelijk goed opletten, want hier komen de verhalen. Sjaak. Ik kreeg een vraag om in Nederland op te treden op een congres, zo werd gezegd, van de Groenen. En men had mij gevraagd om sketchen te doen, erg mimisch. En men zei ook, daar gaan alle nationaliteiten zijn. Italianen, Duitsers, Fransen, Nederlanders, Belgen. Dus ik met een zekere onzekerheid naar Nederland zeg, dat wordt een grote optreden. Ik had me een beetje voorbereid in alle talen om een beetje door elkaar te praten. Zo van, en nou, jetzt zit ons moment. Nou, ladies and gentlemen, senoras en cabrales, mesdames en heren, graag bitte gern prägen, jouw applaus. U kent dat. Beetje vlot zo, hè? Leuk. Wat gebeurt er? Ik kom toe en... Dat congres was er, maar er waren ongeveer 35 man. Drie Italianen, dus een normaal, vier Duitsers, twee Belgen, drie Nederlanders. Normale opkomst voor een programma van jouw zaken. Ja, enkele jaren terug, zeg ik toch wel nu. En ik kom op en ik begin dus door elkaar te praten. En dat pakt dus niet. Dat zijn Italianen, dus die reageren niet, omdat niemand alles begrijpt. Dus ik begin al wat onzeker te worden. Ik begin eventjes in het Italiaans met de Italianen te praten, eventjes in het Engels. Maar niemand reageert. Dus dat is dus mijn slechtste optreden geweest. Daar heeft dus, om zeg eens, niemand gelachen. Dat was een afgang. Is dit waar of niet waar? Tuurlijk. Is dit waar? Natuurlijk. Of is het niet waar? Frans, wat denk je? Niet waar, zegt Frans. Gertie. Wel, mijn verhaal... zit hier een beetje, want ik heb dat verhaal nog niet zo vaak verteld eigenlijk. Oh, je hebt dus dat mesje nodig even. Nee, een klein ook niet, nee. Tracheotomietje te doen. Nee, het is een stuk van mijn leven wat eigenlijk heel weinig mensen weten. Ik heb het er in de afgelopen jaren ook nog niet zo heel vaak over gehad in interviews.
Maar ik wil het vanavond wel even duidelijk vertellen tegen iedereen. Ja, jongens. Nee, laat me nu even, want het is een beetje ernstig. Als kind werd ik heel vaak geconfronteerd met de vraag... Hoe komt het dat jouw ouders zo oud zijn? Ja, kon ik natuurlijk niks aan doen. Mijn vader was bijna 50 toen ik in het gezin kwam en mijn moeder 42 voorbij. Dus het was een beetje op het randje, laat ik me zo zeggen. Maar de reden daarvan is dat ik eigenlijk helemaal geen kindje echt ben van die twee mensen die al meer dan 30 jaar mijn ouders zijn, want ze hebben mij geadopteerd. Ja, denk er even over na, Frans. Is het waar of is het niet waar? Je denkt dat het waar is. Dat topziek kindje. Ons Gertie. Eigenlijk heet ze gewoon Olga, zoals iedereen. Ja. Bon, goed. Ik verman mij al snel en ga naar het verhaal van Martijn. Helga Christoffels. Onze Helga. Ja, mijn verhaal gaat als volgt. In 1979 heb ik de kans gekregen om een eerste LP te maken. Toen ik de figuur Verkrusse op de radiomarkt losliet. En op een gegeven moment moest er daar een plaat van gemaakt worden, dus ook een hoes. En de fotograaf raadde mij aan om de figuren die ik in mijn conferences gebruikt had, om die ook op de hoes te zetten. En dat was enerzijds een grote hond, die heette Canadien, een Duitse herder. En er was een goudvis die Christine noemde, die dus in een bokaal zat. En die twee figuren moesten op de hoes staan. Maar om die hond er mooi op te krijgen, moest die tong uit die mond hangen of uit die muil hangen. Dus wat hebben we gedaan? We hebben die hond goed laten lopen. Een paar rondjes goed laten lopen. En dan, enfin, hij was heel, heel moe. Hij zweette heel erg. Een hond zweet langs zijn tong, dus naakjes. En dan kwam hij bij de bokaal zitten en dan zoop hij heel de bokaal leeg. En dan lag die goudvis te spartelen. En we snel nog, want we stonden op een plaats, het was aan de kust, waar we moeilijk water konden krijgen. Enfin, zinnig water dan. We vlug naar een appartement moeten lopen om die bokaal te vullen, of anders was dat beest dood. Is dit waar of niet waar? Moet je horen, dit is dus echt wel... Wat zeg je? Waar. Je denkt dat het waar is. Je denkt dus dat Martijn de Jong eigenlijk zo'n gigantische dierenbeul is. Een bierendeul, wat ik wil zeggen. Een bierendeul. Voort van Egen. Ja. Maar is het waar, Marten? Is het waar? Mag ik nu al zeggen of het waar is? Het is waar. Kijk eraan. Jacques Vermeire, heb jij met die talen daar zo tekeer gegaan en zo'n slecht optreden gemaakt in Nederland? Waar of niet waar? Juist, ik ben afgegaan. En pas op, Frans. Je bent dus echt geen helderziende, al heb je dus wel fantastisch gespeeld vandaag. Want kijk, Gertie Christoffels, is dat een weeskindje? Of is dat geen weeskindje, Gertie? Ik heb twee prachtige ouders, maar het zijn mijn heel echte, hoor. Dat betekent, Frans, dat je toch 28.000 meer naar huis neemt. Dat wij vinden, en dat is echt waar, dat wij vinden dat jij fantastisch hebt gespeeld. Dit is een ster als aandenken. Ik hoop dat je het ongelooflijk leuk vond. Ja, het was leuk. En die 28.000 neem je sowieso samen met een onwaarschijnlijk applaus mee naar huis. Frans? Ja. Want... Dames en heren, kijk eens thuis, dit hadden wij nog nooit meegemaakt. Dit is de eerste keer in de geschiedenis van de drie wijzen dat iemand alles goed heeft. Volgens mij, voor zover ik het mij herinner. Statistieken ben ik slecht, maar ik dacht dat het altijd zo was. Dus Frans heeft het uitstekend gedaan. Volgende week zitten we weer voor de buis, want volgende week gaan we weer kijken naar de drie wijzen. En ik hoop dat u er dan ook weer bent. Tot dan!